Koen, terwijl de maan al boven Parijs staat, lukt het jou om Marcel naar zijn vierde etappezege te leiden? Wat een glorieus afscheid van een glorieuze Tour is dat. Ja, inderdaad. We hebben de twee mooiste gewonnen, de eerste en de laatste. En daartussenin nog twee. Dit is gewoon de mooiste. Dit is echt waar elke sprinter van droomt. En dat ik dan daar de laatste man van mag zijn en ook nog eens perfect het plan uitvoer. Dit is heel, heel mooi. Ja, het mooie van de Champs-Élysées is dat je die camera aan de zijkant hebt, dat je dat lange shot ziet en dat je ziet dat het een recht toe recht aan sprint is. Ja, vertel jouw verhaal eens. Hoe zag jij het? Ja, ik zat bij John Degenkolb in het wiel en die doet echt enorm goed werk. Die komt van vrij ver. Die vecht voor een plekje in het wiel van Greg Henderson. En vervolgens gaat hij eigenlijk op het moment dat we hadden afgesproken van kop af, zeg maar midden in de S-bocht. Waardoor ik gewoon vol kon optrekken richting de bocht, daarna de bocht uit. Ik moest nog 100 meter doen, dat had Marcel vooraf gezegd. En dat lukt ook. Ik heb verder nog geen herhaling gezien, maar toen Marcel zijn hand in de lucht stak, toen wist ik genoeg. Ja, vertel eens hoe je over de meet kwam. Eerst stak ik alle twee mijn handen in de lucht, maar dat gaf toch niet genoeg voldoening. Dus toen heb ik zo hard als ik kon geschreeuwd. Ja, dat was echt een enorme uitbarsting van geluk en opluchting. Wat voor een groep is dit, Koen? Jaren bij elkaar, jaren naar iets toewerken, ambities uitspreken en ja, daar jaren over doen en het dan waarmaken. Ja, absoluut. Ik denk dat nu het geheim van ons hier ook was dat we gewoon echt ontzettend goed op elkaar zijn ingespeeld. Ik weet nog van vorig jaar dat het heel moeilijk is om elkaar te horen hier in al dat lawaai. Er is zoveel gebeurd om je heen, er is zoveel herrie. En je moet echt zo echt goed op elkaar ingespeeld zijn, weten waar die anderen zitten. En ook gewoon goed blijven luisteren naar de commando's die van achteruit komen. En, ja, dat ging vandaag echt perfect in zulke moeilijke omstandigheden. Dat is denk ik gewoon de jaren werk die erin zitten. Wat zegt dit over jou als renner? Vorig jaar heb je al die enorme sprong gemaakt en nu lukt het je om twee keer Marcel Kittel naar een etappezege in de Tour de France te leiden. Ja, dit is heel mooi. Ik wist al wel dat ik laatste man kon zijn. Ik heb al eerder bewezen met John Degenkolb in de Vuelta. Dit jaar ook al een paar keer met Marcel en andere wedstrijden. Maar ja, dit is de Tour de France. Dit is de grootste wedstrijd ter wereld. Tegen de beste sprinters en de beste treintjes ter wereld. En ja, twee keer doe ik eigenlijk de lead-out perfect en wint Marcel. Dus ik denk dat dit wel bewijst dat ik ook bij de grote man hoor qua sprint aantrekken. Wordt een lange nacht, Koen? Ja, ik vrees van wel. Ja. En dan morgen box meer. Ik denk dat het afzien gaat worden. Ik zal een stripje paracetamols voor je meenemen. Ja, heel graag. Dankjewel.